Welkom bij het Motorhuis Leiden. Mijn naam is Jurriaan van Duren en achter mij staat de nieuwe Opel Corsa. Vanaf vandaag staat hij in de showroom en daarom vertel ik u er graag meer over. Nu heb ik niet één nieuwe Corsa staan, ik heb er drie staan. Aan de rechterkant staat de Corsa Edition. In het midden vinden we de Corsa GS-Line en aan de linkerkant staat de Corsa Elegance. Wat deze auto's precies verschillend maakt, ga ik u uitleggen. Van voren wordt de GS-Line vooral gekenmerkt door de mistlampen. De uitsnijding bij de mistlampen loopt lang en recht omhoog, waarbij de Corsa Edition en de Elegance lopen de mistlampen allebei al snel terug naar binnen toe. Ook aan de achterkant kenmerkt de GS-Line zich door middel van de reflector en een chrome uitlaatpijp. Als we kijken hoe dat er bij de Elegance en bij de Edition uitziet, dan hebben we hier de reflector, die is wat minder agressief uitgesneden. En de uitlaatpijp daar. Alleen de GS-Line heeft dus een chrome uitlaatpijp. In combinatie met een 130 pk motor bij de GS-Line worden dat er twee. Als we gaan praten over de motoren heb ik er drie beschikbaar. Ik heb een 1,2 met 75 pk. Ik heb een 1,2 turbo, automaat en handgeschakeld met 100 pk. En alleen op de GS-Line is er een 130 pk automaat beschikbaar. Ook dit is een 1,2 liter met een turbo. Bij de nieuwe Opel Corsa heeft Opel ervoor gekozen om de kleur Orange Fizz als standaard kleur te maken. Je krijgt nu zonder meerprijs een metallic lak op de auto. Van buiten vinden we natuurlijk overal filmpjes van de Opel Corsa. En daarom ga ik u nu het interieur laten zien. We beginnen bij de Corsa Edition. De Corsa Edition, zoals ik hem hier heb staan, is door middel van het Edition Plus pakket uitgerust met het Opel multifunctionele driespaakse leren stuurwiel en de middenarmsteun. De bekleding zoals we hem hier zien, is de standaard bekleding voor de Corsa Edition. Voor ons zien we het Opel multifunctionele stuurwiel met daarachter de wijzerplaat. Alles over dit multifunctionele stuurwiel leg ik u graag in een andere video uit. Als we naar rechts gaan, vinden we daar het infotainment systeem, in dit geval uitgerust met navigatie. En daaronder vinden we in de Edition de airco. Net boven de versnellingspook zitten nog een paar knoppen, maar wegens de weinige lichtinval kan ik deze niet laten zien. De Edition en de Elegance hebben standaard de lichtgrijze hemelbekleding. En er loopt een grijze streep door het dashboard heen. Als we de Corsa GS-Line gaan bekijken, vinden we het leren stuurwiel terug. En een rode streep met een rood vlak bij het half leren interieur. Bij de Corsa GS-Line vinden we van binnen een rode streep. Deze rode streep is via het magazijn te bestellen in andere kleuren. Let dan wel op dat de bekleding van de auto altijd de rood met witte streep is met het rode vlak. Ook de stoelen op de achterbank hebben deze rood met witte streep. En bij de Corsa GS-Line vinden we als enige een zwarte hemelbekleding. Bij deze hebben we gekozen voor de optie van het panoramadak met een handbedienbare zonwering. Als we nog even gaan kijken, vinden we hier het multimedia systeem. Standaard ligt hier een 7-inch scherm in. We kunnen hier een navigatiepakket van maken en we kunnen ook kiezen voor een 10-inch scherm. Bij de GS-Line vinden we daar een climate control onder als optie. En boven de pook zitten weer een paar knoppen, waaronder een sportknop. Wegens de donkerheid kan ik die helaas niet laten zien. Bij de Corsa Elegance vinden we in dit geval de optionele leren bekleding. Standaard ligt hier een half leer, half stof in. De leren bekleding krijgt een elektrisch verstelbare stoel met massagefunctie aan de bestuurderszijde. En bij de Corsa Elegance vinden we als enige standaard dat de passagiersstoel in hoogte verstelbaar is. Bij de Corsa Elegance treffen wij een grijze streep aan in het interieur. Hebben wij een grijze hemelbekleding. Standaard vinden wij daar een 7-inch multimedia scherm in met een optie tot navigatie. En hier kan ook nog een 10-inch scherm in.
Daaronder vinden we de optionele climate control. En voor de versnellingspook hebben wij nog de rijveiligheidssystemen. Opel heeft in meerdere modellen deze haai verstopt. Nu is mijn vraag aan jullie of jullie weten waar deze haai vandaan komt. Weet jij het goede antwoord? Laat het dan weten in de reacties. Niet geheel onbelangrijk bij een auto met 5 deuren is ook de ruimte die we op de achterbank hebben. Daarom ben ik even achterin gaan zitten en mijn hoofd raakt het plafond nog niet. En als de passagier niet al te lang is, heb ik hier ook voldoende beenruimte. De kofferbak van de nieuwe Opel Corsa heeft een inhoud van 306 liter. Dit is ook als het ruimtebesparende reservewiel is geselecteerd. Aan de rechterkant vinden we een haakje in de kofferbak. Hier kunnen we de boodschappen aan ophangen, zodat niet de boodschappen na één bocht verspreid liggen door de kofferbak. Tot zover dit filmpje over de nieuwe Opel Corsa. Ik hoop dat al uw vragen beantwoord zijn. Heeft u nog vragen? Laat ze dan weten, dan kan ik er de volgende keer aandacht aan besteden. Heeft u ook interesse gekregen in de nieuwe Opel Corsa? Vanaf vandaag is die bij ons in de showroom, dus kom langs bij het Motorhuis Leiden aan de Vondellaan 80. Of neem contact met ons op 071-535-1800. Mijn naam is Jurriaan van Duren en namens het Motorhuis Leiden bedank ik u voor het kijken.